Juni 2009. Op weg naar Ban Dong Khen. 540 kilometer. Vanaf de Thaise kust Pattaya naar de bergen van Isan. Slechte wegen, een reis van zo'n 9 uur. Op weg naar ons dorp, sinds 1997 ondersteund door de stichting Vrienden van Dong Khen. Ja, de weg is dus een beetje slecht. En zo was hij de 160 kilometer. Ban Dong Khen. Leven in Dong Khen is als rond 1900 in Nederland. Feest staat bij het huis, weinig machines. Bewoners leven al generaties lang van één rijstoogst per jaar. Als deze tenminste lukt. Anders eet men springhanen en ratten. Drieling, Theo met twee van de drieling. Zo dadelijk moet er nooit er nog bij. En dat is het welkomstcomité. Zonder de ondersteuning was slechts één van de drie 1 jaar geworden. De 2 andere kinderen lagen in het ziekenhuis te sterven. Omdat de moeder geen voeding had en geen eten kon kopen. Dit is slechts één van de schijnende gevallen in Dong Khen. Alle meisjes die de stichting ondersteunt zijn erg gemotiveerd om verder te leren. En het wordt dan ook aan hun overhandigd. Het geven van de donaties gaat zonder rugbaarheid. De Thai is trots en wil niet dat ze afhankelijk zijn. Altijd weer warm en bijzonder welkom. Swimmingpool. Moderna is de oudste deelnemster en de armste. Beide kinderen verloren aan aids. Geen grond. Geen geld om eten te kopen. Zo leeft ze met je eromheen. Dit was haar huis. Zo leeft ze. En nu is hij zo. Dit is nu haar huis. Tenminste bijna. Het is bijna klaar. Een stenen huis. En niet meer een huis op palen waar de regen doorheen komt. Er is nog veel te doen in Dong Khen. Moeder Na is één van de weinig schijnende gevallen. Zo zijn er nog veel meer. Dit is het leven van Dong Khen. Huizen op palen, hout, slechte wegen. Alleen op de grond. Alleen op de wegen, zeg maar. 'S Avonds uit eten met de kinderen uit het dorp. Op weg naar Moeder Nooi om afscheid te nemen. Het is alweer voorbij. Ik ben er niet.
gaan nog naar één persoon toe. Mevrouw Villeen. Maar je moet haar vertellen, ik moet haar in Holland eerst checken. Aan het werken, hoe je het wil. We willen meer. Dit is voor dit only one time. En als ze agree in Holland, dan kunnen we het every 2 months. Ja, mijn dochter is pas omgekomen bij een auto-ongeluk. En ze heeft er weer 2 kinderen bij. En ze had al 2 kinderen van een ander. En... Kijken of we in Holland iemand kunnen vinden die haar wil gaan ondersteunen. Met 2 kinderen. 1 in 20. Is dat niet te beschrijven? Donken, veel te doen, veel schijnende gevallen. Maar hier doen we het voor. Voor de meisjes, om ze een goede toekomst te geven. Bezoek aan Donken herinnert ons altijd weer... waarvoor we het doen. Voor deze mensen. Dag Donken. Tot volgend jaar. We nodigen je van harte uit om eens een keer mee te komen naar Donken. Om het zelf te zien. Totaal anders dan in Donken, waar alles om toch die paar watjes draait die ze nodig hebben om te overleven.